Als een ware held rijdt Mick door een erehaag van leerlingen naar de verrassing voor hem en zijn klasgenoten. Een tochtje in een huifkar. Echt heel erg leuk dat ze dit hebben gedaan zo. Mick zit al jaren in een rolstoel omdat hij de progressieve spierziekte Duchenne heeft. Dat betekent dat zijn spieren langzaam afsterven. En aangezien het hart ook een spier is, zal hij hoogstwaarschijnlijk niet zo oud worden. De afgelopen jaren kreeg Mick les op een gewone basisschool. Met hulp van zijn klasgenootjes. Ja, ik kan niet zoveel zelf. En daarom doe ik het ook met heel veel plezier om helpen. Spullen pakken, jas aantrekken en zo. Heel veel dingen hebben ze mee geholpen. Fysiek kon hij misschien wat minder dan zijn klasgenootjes. Maar verbaasd stond Mick de afgelopen jaren altijd zijn mannetje. Is wel grappig. En soms maakt hij ook wel zo van door de klas gewoon opmerkingen. En daarom zullen ze Mick volgend jaar best gaan missen. Ja, maar heel erg jammer, want hij was altijd gezellig in de klas. Vind je dit een leuk afscheid van hem? Ja, wel, maar ook wel best wel triest. Dat hij wel weg moet. En Mick zelf heeft het ook moeilijk met het afscheid nemen van zijn klasgenootjes. Ja, ik zal ze wel missen, ja. Wat zou je het meest missen? De hulp. Wat ze allemaal gedaan hebben.